Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video of luistert naar een nieuwe podcast natuurlijk. Mijn naam is Anja en ik help jou je bewustzijn te vergroten, zodat jij inziet dat jij zelf de creator bent en daardoor jouw leven veel meer kunt sturen. En dat is exact waar ik het vandaag ook met je over wil hebben: jouw eigen verantwoordelijkheid. Want als er één iemand verantwoordelijk is voor jouw leven en de kwaliteit van jouw leven. Ben je dat vooral of eigenlijk helemaal zelf? En wat we snel geneigd zijn om te doen, is dat we ons als een slachtoffer gedragen. En uh, binder dan dat, ik had dat in het verleden ook. En het was altijd de schuld van een ander. En het was nooit de schuld van ondergetekende. En ik merkte dat um, ik daar ook mee de kracht als het ware buiten mezelf legde. Want nu zie ik in... Dat ik zelf veel meer impact op mijn leven heb dan dat ik dacht. Dingen overkomen mij niet. Ik ben geen slachtoffer, ik creëer ze zelf. En sinds ik dat eh, tot dat besef ben gekomen, snap ik ook dat ik dingen kan ontcreëren, hercreëren, eigenlijk als het ware. Op een andere manier, op een manier die beter bij mij past. Want als ik de creator ben. En er is gebeurt iets in mijn omgeving eh, dat niet helemaal gaat zoals ik zou willen, dan stel ik me, mezelf ook de vraag: oké, okay, wat in mij zorgt er nu voor dat ik dit ervaar. Want je kunt het zo zien: nou, je hebt een bepaalde situatie en jij hebt op die situatie een bepaalde reactie. En die reactie zorgt dat je tot een bepaald eh, nou ja, resultaat komt, als het ware. Een situatie, daar kun je niet altijd iets aan doen. En ik geef het altijd als voorbeeld. Stel: het regent. De situatie is, het feit is, het regent. Jouw reactie hangt af van wie jij bent. Want ben jij de boer die echt al bewijs van spreken, iedere avond op zijn knietjes naar zijn bed zit te bidden. tot uh, weet ik veel wat: dat er echt regen moet vallen omdat anders zijn gewassen echt doodgaan en hij niks kan verkopen en geen inkomsten heeft. Die is super blij als het gewoon goed regent. Maar als diezelfde regen valt op de dag dat uh, iemand een buitenbruiloft heeft georganiseerd, een bruid, uh, die zal misschien wat minder blij zijn. En dat maakt dat je dus een bepaald resultaat hebt of een gevoel in dit geval. De een is heel blij en de ander is heel. Uh, nou ja, misschien wel teleurgesteld. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar goed, je snapt het idee. En wat zit er dan in dat stukje reactie? Hoe reageer jij? Wat zijn jouw gedachten bij bepaalde situaties? Wat zijn jouw overtuigingen bij bepaalde situaties? Wat zijn jouw uh, acties in bepaalde situaties? Wat zijn jouw uh, nou, dingen die je wel hebt gezegd? Die leiden tot een bepaald resultaat. Wat, welke dingen heb je niet gezegd die leiden tot een bepaald resultaat? Dus alles wat jij doet, jij bent hierin de creator, zorgt voor een bepaald resultaat. En dat is dan niet uh, je baas of je ouder. Uh, of een van je ouders, of je vrienden, of het weer, of de politiek, of de maatschappij, of de huidige corona-crisis. Uh, uh, of we, we zijn zo gewend om alles en iedereen de schuld te geven. Maar eigenlijk heeft het te maken met jou. Jij interpreteert situaties op een manier die bij jou past. En dan wil ik niet zeggen past in als in goed is altijd voor jou, maar past bij wat jij gelooft over jezelf. Past bij jouw gedachten, past bij jouw overtuigingen. Want jij ziet in het veld daar waar jij mee resoneert. Maar dat wil niet zeggen dat dat dus altijd de waarheid is. Maar ja, het is jouw waarheid, jouw waarheid. En dat ga je dan ook uh, terugzien. Net als dat de confirmation bias. En je ziet altijd wat jij gelooft of denkt te gaan zien. En zo is dat ook. En de resultaten die jij in je leven hebt, hebben dus ook vooral te maken met. Jou, met jou als persoon, met jouw reactie daarop, met jouw gedachten, met jouw overtuigingen, met jouw handelingen, naar aanleiding van wat jij gelooft over jezelf en wat je dus wel of niet doet. En vaak is een situatie niet te veranderen, maar wel hoe jij daar naar kijkt en hoe jij daarmee omgaat. En als je dat doet en bij jezelf navraagt, of niet navraagt, maar aan jezelf vragen stelt, net als. Als er bijvoorbeeld een situatie is waar jij niet helemaal content mee bent, om het zo maar te zeggen. Wat in jou heeft ervoor gezorgd dat jij dit zo ervaart? Dus als jij nu veel vaker in die vraag richting jezelf zou blijven, niet het, het vingertje wijzen, het is de schuld van. Nee, wat in mij zorgt er nu voor dat? En ik merk dat zelf bij de kinderen ook. In het, uh, toen ik nog in loondienst was en ik richting een burn-out liep, kon ik ook heel snel de kinderen de schuld geven van bepaalde dingen. Uh, als, ze, als ze chagrijnig waren of als ze heel druk waren of als ze dat. En sinds ik heb geleerd om de vraag terug te leggen, kan ik het altijd herleiden. Want wat in mij maakt er nu voor dat de kinderen zich zo gedragen of dat ik dit zo ervaar? En dan komt er altijd een antwoord naar boven, waarom het bij mij ligt in dit geval. En nu weet ik daar veel beter mee om te gaan, natuurlijk. Want als jij snapt dat je zelf die verantwoordelijkheid hebt, ga je leren. Anders naar dingen te kijken. Ga je leren je gedachten meer onder controle te krijgen. Ga je leren je frequenties meer onder controle te krijgen. En dan zie je steeds meer dat jij de creator bent. En als jij de creator bent, merk je ook dat dingen in de buitenwereldje minder raken. Want ook dat wat in mij zorgt er nu voor dat. En ook dat kun je dan weer. Herleiden wat er in jou zit, maar hoe krachtiger jij gaat staan, hoe meer jij jouw unieke plek in gaat nemen, hoe makkelijker het gewoon ook wordt. En hoe meer je ook ziet in jouw omgeving hoe je eigenlijk altijd bent geconditioneerd. En je ziet ook wat jij kunt doen om daar uit te komen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Dan nodig ik je van harte uit om mijn uh, magical formulier in te vullen. Dit is geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we samen kijken of ik jou en hoe ik jou daar het beste bij kan helpen. En wil je meer weten over de, uh, het manifesteren met de kwantumfysica op een nuchtere, Jip en Janneke manier uitgelegd? Dan nodig, je, nodig ik je ook van harte uit om mijn gratis masterclass aan te vragen. En voor nu, dankjewel voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende!